Hallo allemaal, welkom. Ik ben blij dat jullie in zulke grote getalen zijn komen opdagen op deze zonnige dag. Welkom bij Broodje Filosofie. Jullie hebben alle broodjes al gevonden. Een filosoof zit daar, die ga ik straks aankondigen. Broodje Filosofie wordt georganiseerd door Studium Generale in samenwerking met Denkstation Brandstof. Brandstof maakt, heeft als doelstelling om filosofie eigenlijk voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken. Ze organiseren wat programma's. Onder andere hier. Mag ik vragen, wie is er eigenlijk voor de eerste keer? Wauw, oh, wat goed. Ja. Van harte welkom allemaal. You're in for a treat. Ik heb hier voor u Jochem Damstra. Die is onder andere filosoof die veel samen heeft gewerkt met Brandstof ook. Zelf oprichter van Denktank Springstof, waarmee ze advies geven aan middelbare scholen over hoe ze filosofie kunnen incorporeren in hun lesprogramma's. Je zou hem een levenskunstenaar kunnen noemen die zich bezighoudt met leren leven. En daar is hij ook een proefschrift over begonnen. En daar wilde hij jullie vandaag wat over vertellen. Dus veel plezier. Dank jullie wel. Nou, iets smakelijk als zou ik als eerste weer mee willen beginnen. Leren leven. Naar mijn mening zou iedereen een leven lang moeten leren leven. En niet alleen een leven lang moeten leren, maar ook vooral een leven lang moeten leren leven. We leren dat vaak niet op de basisschool. We leren dat vaak een beetje met hangen wurgen op de middelbare school. En we leren dat al vaak helemaal niet op de universiteit. Wie van jullie heeft hier bijvoorbeeld op de basisschool geleerd hoe je om moet gaan met verliefdheid? Helemaal niemand? Ervaren, maar niemand heeft geleerd van, dat moet je doen. Wie heeft op de middelbare school geleerd hoe je een relatie moet krijgen? Hoe je om moet gaan met een relatie, met je partner? Niemand? Ongelooflijk. We gaan nu naar de universiteit, we zitten hier op de universiteit. Wie heeft die geleerd om een goede keuze te maken voor zijn studie van tevoren? 1 persoon. Kijk, hebben we tenminste nog 1 persoon. Nou, het is niet voor niks dat minister Bussemaker afgelopen week in Buitenhof zei dat ze eigenlijk meer ruimte wil maken voor bildung, voor vorming, karaktervorming in het onderwijs. En met name in het hoger onderwijs. Er is een potje vrijgekomen door het nieuwe leenstelsel dat veranderd is. Is in één keer geld vrijgekomen. En dat ze wil dat gaan investeren in kleinere klassen in het hoger onderwijs. Maar ook in vorming, in karaktervorming. Leren leven. Ze heeft niet echt een idee hoe ze dat wil doen, maar ze wil het wel gaan doen. En dat is niet voor niks, want een aantal jaren geleden schreef de filosoof Martha Nussbaum, Amerikaanse filosoof, een boekje Tegen de Winst. En in dat boek beschrijft ze eigenlijk dat een pleidooi tegen de rendementsdenken op de universiteit. Ze schrijft eigenlijk dat we eigenlijk moeten stoppen met het maken van, of het produceren van studenten die eigenlijk door een soort van machine heen gaan en daarna klaar worden gestoomd voor het bedrijfsleven. Nee, zegt ze, studenten zouden veel meer moeten leren dan alleen dat. Socialisering, empathie, allemaal persoonlijke vormingswijzen die belangrijk zijn voor de samenleving. En niet alleen voor de samenleving, maar ook daardoor voor het bedrijfsleven. Dus het is een combi. Dat heeft minister Bussemaker ook begrepen en zo ben ik, kom ik ook tot mijn verhaal. Mijn verhaal begon eigenlijk veel eerder. Ik was een kleine jongen van een jaar of 10. En dan zat ik bij mijn moeder aan de etenstafel. Dan zat ik op woensdagmiddag vaak, kan ik me herinneren, zat ik zo te tekenen. En dan kwam mijn moeder naar me toe. En mijn moeder deed een opleiding aan het humanistisch vormingsonderwijs. Ik weet niet, kent iemand het HVO? HVO, heeft iemand hier humanistisch vormingsonderwijs gehad? Nou, het is eigenlijk de tegenhanger van godsdienstonderwijs. En daarin leer je eigenlijk omgaan met grote vragen van het leven. Zonder dat God daar eigenlijk in voortkomt. Elke school die kan er eigenlijk iets mee doen. Elke basisschool, elk kind kan eigenlijk HVO-vormingsonderwijs krijgen. Maar niet elk kind krijgt vormingsonderwijs. Goed, mijn moeder zat in de opleiding van vormingsonderwijzeres. En vroeg mij vaak van, ja, zou je eens kunnen tekenen wat bijvoorbeeld vrijheid is? En dan begon ik te tekenen en begon ik vogels te tekenen. Of ik begon te vertellen dat het ging over buitenspelen, voetballen. Allemaal dingen die in mij opkwamen zonder dat ik het wist. Was ik eigenlijk een soort van proefkonijn van mijn moeder. De volgende dag, die donderdag, gaf ze les aan een school. En probeerde ze alles uit wat ze bij mij had uitgeprobeerd. Ik was er eigenlijk niet echt van bewust.
Een aantal jaren later ging ik op mijn kamertje, ging ik veel filosofie lezen, want er waren allemaal zaadjes geplant waarvan ik eigenlijk antwoorden wilde hebben. Dus ik ging nadenken en ik ging kijken, waar liggen die antwoorden? En dan kom je bij verschillende filosofen en ik kwam natuurlijk nooit tot een echt antwoord. Ik las bijvoorbeeld Rousseau. Rousseau die stak me aan om na te denken over onderwijs, over educatie. Hij schrijft in een boekje Emile over de perfecte opvoeding. De perfecte opvoeding gaat volgens hem over dingen doen in de praktijk, tegen dingen aanlopen. Hij stuurde hem het bos in, hij liet hem timmeren, hij liet hem meubel maken, hij liet hem verliefd worden op een meisje. En vervolgens moest hij eigenlijk afscheid nemen van datzelfde meisje. Een verschrikkelijk verhaal waarin hij moest eigenlijk leren om te gaan met verlies en afscheid en verdriet. Waardoor hij later in zijn maatschappelijke leven beter zou kunnen omgaan met verdriet. Een harde les vanuit Rousseau. En ik zat dus op dat kamertje en ik dacht na en ik ging om me heen kijken. En ik dacht, ja, waarom doen mensen eigenlijk wat ze doen? Waarom is die man nou eigenlijk arts geworden? Waarom ben jij ingenieur geworden? En is die persoon docent geworden? En dan vroeg ik mensen en dan kwamen ze met vage antwoorden. Zeiden ze, ja, dat is zo gelopen. Dat is zo gegaan. Ik heb die keuze gemaakt. Dan rolde ik daar verder in. En het was ook wel zo dat mensen zeiden, ja, dat ging intuïtief. Intuïtief maakte ik die keuze. En dan dacht ik, nou, intuïtief, wat is intuïtief? Wie is hier bijvoorbeeld intuïtief naartoe gekomen? Intuïtief hier. En wat is dat dan precies? Hoe het... Oh ja. Dus je dacht eigenlijk wel dat je het al leuk vond en dat het bij je zou passen. Dus eigenlijk wist je al heel goed wat je wilde. Ja. En wie heeft er bijvoorbeeld intuïtief zijn partner leren kennen? Of zijn... Kan dat? Ik zie u lachen. U wel? Hoe ging dat dan precies? Je wordt gewoon verliefd? Precies. Dat ontstond gewoon. Intuïtie komt dan ook van het woord intuere, en dat is eigenlijk innerlijk zien. Je weet het wel, maar eigenlijk, je weet niet waarom, maar je weet het precies waarom je het doet. Dus eigenlijk later kan je het ook vaak wel uitleggen, maar van tevoren ga je intuïtief daar naartoe. Ja, ik vond het altijd wel een beetje vreemd op mijn kamertje. En op een gegeven moment, ik groeide op en het was een goede tijd. Hè. De huizenprijzen gingen omhoog, aandelenkoersen gingen omhoog. Eigenlijk was het een toptijd. We zaten in de topdagen van het neoliberale tijdperk. En vorming deed er niet zoveel aan toe. Naar jezelf kijken, filosoferen, was wel interessant, maar eigenlijk waren veel mensen gewoon bezig met geld verdienen. Bezig met een toekomst, met een goede baan krijgen. En ik leerde op een gegeven moment Joep Domen kennen op de Universiteit van Humanistiek. En hij leerde me eigenlijk wat er allemaal verandert in die samenleving en waarom leren leven nou eigenlijk zo belangrijk is. En waarom nadenken over het leven zo belangrijk was. Want ik had wel het gevoel en de intuïtie waarom leren leven belangrijk was. Maar ik kon het niet precies uitleggen. En we kwamen in gesprekken en we kwamen eigenlijk achter dat het ging over grote dingen die veranderen in de samenlevingen. In onze samenleving. En twee van die grote dingen zijn globalisering en technologisering. En binnen globalisering zou je kunnen zeggen dat onze arbeidsmarkt is dusdanig onzeker geworden. Dat we eigenlijk constant op zoek zijn naar waar we staan en hoe we ons moeten gedragen. Vandaag hebben we een baan, maar dat kan morgen geoutsourced worden naar bijvoorbeeld Spanje of misschien nog wel naar India. Mensen hebben heel veel verschillende banen. En als je bijvoorbeeld een hotel begint vandaag, kan je morgen de hele stad als concurrent krijgen door bijvoorbeeld Airbnb. Of nieuwe technologieën als Uber, waarvan je eerst denkt dat je één taxi bent in de stad. En in één keer heb je de hele stad als concurrent. Een van die dingen binnen de ontwikkeling van globalisering is dus eigenlijk die toenemende, voortdurende onzekerheid op onze arbeidsmarkt. Waardoor we eigenlijk zelf weer na moeten gaan waarom leren leven zo belangrijk is. En terug moeten gaan naar onszelf. We worden teruggeworpen eigenlijk op onszelf. Er is een toenemende vergankelijkheid van relaties. Waarschijnlijk de meeste mensen die hier in de zaal zitten, die hebben 10 tot 14 banen in hun leven. Wordt heel normaal. De wisseling van baan, woonplaats, huis, is steeds normaler doordat alles zo flexibel is geworden. Ik moet denken aan een verhaal van Richard Sennett, die vertelt in The Corrosion of Character, Amerikaanse filosoof Richard Sennett, en daar vertelt hij eigenlijk over Enrico. En Enrico is een
is een Italiaanse gastarbeider. Die komt vanuit Italië naar Amerika toe. Die gaat daar een leven opbouwen. Begint met schoonmaken en gaat daar een huisje kopen. Begint met een gezinnetje opbouwen. Hij heeft een geweldige tijd. Hij kan elk jaar zijn huis kan hij verkopen. Of elke paar jaar verkoopt hij zijn huis. Koopt hij een nieuw huis. Hij begint een gezin. Koopt een zwembadje. Hij heeft een geweldige tijd. Het gaat alleen maar omhoog. Maar zijn zoon, Rico, die heeft het moeilijker. Die heeft een goede baan. Hij is hoog opgeleid. Hij heeft eigenlijk alles wat zijn vader wilde dat hij zou hebben. Maar hij moet elk jaar, of elke paar jaar, krijgt hij een ander project. Elk jaar krijgt hij een andere baan. Zijn vrouw verhuist met hem mee, maar krijgt ook elke keer een andere baan. En hoe Sennett dat beschrijft, is dat hij eigenlijk een soort van corrosion of character ontwikkelt. Zijn karakter corrodeert eigenlijk. Het brokkelt uiteen. En wat je daardoor krijgt, is dat hij eigenlijk geen vaste waarde meer heeft. Hij heeft geen relatie, geen vaste relatie meer om zich heen, want die verandert elke keer. Zijn kennis om zich heen, die heeft hij voor een paar jaar en dan moet hij weer iets anders gaan doen. En dat geeft hem geen houvast meer. Wat vroeger dus houvast gaf voor mensen dat ze een vaste woonplaats hadden, dat brokkelt een beetje af. Dus een toenemende vergankelijkheid van relaties tussen mensen, waardoor we ook weer belangrijker is dat we na leren leven en weer teruggeworpen worden op onszelf. Er is een voortdurende confrontatie met vernieuwing en diversiteit. We zijn eigenlijk niet echt toegerust om met zoveel vernieuwing om te gaan. Om zoveel nieuwe technologie constant om ons heen te hebben en om zoveel nieuwe mensen constant om ons heen te hebben. We kunnen iets van 30 tot 100 mensen in onze sociale omgeving hebben, maar dat verandert nogal. En een gemiddelde Facebook-lijst die ziet, gaat van 4 tot 600. En binnen die globalisering hebben we steeds meer verantwoordelijkheid voor de hele wereld. Dus we voelen ons verantwoordelijk niet alleen voor de problemen in Mali of in het Midden-Oosten, maar we voelen ons ook nog verantwoordelijk voor toekomende generaties. Dus eigenlijk ook nog het verhaal over 30 jaar of over 50 jaar. We zijn ons zo bewust geworden van het feit waar we nu leven, dat we daar eigenlijk ook een verantwoordelijkheid voor hebben gekregen. Er zijn een aantal ontwikkelingen binnen globalisering waardoor we eigenlijk moeten leren leven en teruggeworpen worden op onszelf. Binnen technologie zie je eigenlijk dat onze sociale omgevingen constant veranderen. Nou, daar weten jullie echt alles vanaf. Maar wat eigenlijk de gemiddelde student nu al zou kunnen doen, is dat je eigenlijk met je laptop in Thailand op Koh Phangan zou kunnen zitten en colleges zou kunnen volgen. Je zou boeken kunnen lezen en je zou tentamens kunnen maken. Ik denk dat veel filosofiestudenten dat met gemak hadden kunnen doen. En ik zou me niks verbazen dat ook een aantal van jullie dat ook zouden kunnen doen. Dus de ruimtes van onze sociale omgeving, die verandert heel erg snel. En die verandert door middel van technologie. En dat betekent dus ook dat we weer teruggeworpen worden op onszelf en op een andere manier ons leven kunnen vormgeven. En daar moeten we over na gaan denken. En we adopteren steeds sneller technieken. Waar we voorheen 30 jaar deden voordat we in de trein gingen zitten, 30, 40 jaar duurde voordat we gingen vliegen, is het nu 2 jaar dat mensen een nieuwe iPad hebben, dat iedereen eigenlijk een iPad heeft. Of duurt het een week voordat iedereen de nieuwste software op zijn iPhone heeft staan. En dat gaat steeds sneller. We zijn steeds minder angstig voor technieken, voor nieuwe technieken. En we moeten ons daar weer toe verhouden. Want het verandert dus steeds sneller. En een van de redenen waarom ik ook de laatste jaren dacht van ja, hoe zit het nou eigenlijk met die building, die vorming naar de toekomst toe? Komt eigenlijk van een Russische econoom, Nikolai Kondratjev. En Kondratjev, dat was een van de rechterhand eigenlijk van Stalin. En die vertelde, Stalin had op een gegeven moment de vraag van ja, hoe zit het nou eigenlijk met het kapitalisme en het communisme? Zou je me dat eens even uit kunnen tekenen of zou je dat voor mij uit kunnen leggen? Dus hij ging jarenlang een studie doen over hoe dat nou eigenlijk in het werk ging. En hij bedacht de Kondratjev golfbewegingen. Ik heb ze op een papiertje, ik zou ze ook nog uit kunnen tekenen. Maar die Kondratjev bewegingen, die gaan eigenlijk elke keer, golfbewegingen zijn dat. En tot nu toe zijn al die golfbewegingen redelijk uitgekomen. Dat is bijzonder, maar ze zijn allemaal tot nu toe redelijk uitgekomen. En hij gaat eigenlijk uit van het principe dat alles abstracter wordt, maar hij zegt nu dat we eigenlijk in een fase zitten van IT, techniek, dat we in een soort van dipje zitten. We komen in een dipje waarin we nieuwe technologie moeten ontwikkelen. En we gaan naar een tijd waarin we nieuwe technologie op het gebied van gezondheid, van natuur, combinatie van gentechnologie, gezondheid wordt heel erg belangrijk daarin. Die combinatie, dat wordt echt de
de toekomst eigenlijk op het gebied van technologie. Dat zegt Kontrajev. Maar we zitten nu in een dipje. En dat dipje dat moet eigenlijk door een soort van nieuwe innovatie weer uit dat dipje komen. Hij weet niet precies hoe, dat maakt er niet uit, maar dat ontstaat vaak. Maar wat mij daarin heel erg triggerde, was dat hij daar ook een teken daaronder. De factor mens staat daar. En de factor mens is een belangrijke factor erin. Want dat betekent dat eigenlijk in de tijd dat we zo erg veel geïnvesteerd hebben in die technologie, zoveel vooruitgang hebben geboekt, dat we eigenlijk weer een tijd krijgen dat de factor mens weer terugkomt in onze samenleving. Weer terugkomt in verbinding met technologie. Weer terugkomt in de verbinding technologie-mens. En Kontrajev heeft dus een geweldige theorie, vind ik eigenlijk. Maar Stalin dacht daar helaas anders over. En die vond het niet zo interessant. En die zei op een gegeven moment, ja, dit is niks. En die heeft hem laten liquideren en hij is helaas overleden. Wat betekent het eigenlijk over het denken over leren, leven? Dat betekent dat we eigenlijk beter na moeten gaan denken over onze denkvaardigheden die passen bij deze tijd. Denkvaardigheden die passen bij de verbinding mens en technologie. En dat is niet voor niks dus eigenlijk dat iemand als minister Bussemaker juist nu komt met een pleidooi voor Bildung. Bildung is eigenlijk misschien wel een beetje hot, zou je kunnen zeggen. Vorming, leren, leven. Op dit moment, als je de boekhandel inloopt, dan val je bijna over het boekje zoals De Zin en De Happiness. En festivals zitten vol met betekenisgeving. En als je kijkt naar Amsterdam, daar zit nu de School of Life. Nou, daar zit elke dag een programma vol met clubjes over bijvoorbeeld hoe ga ik om met relaties, hoe ga ik om met problemen in de liefde, hoe ga ik om met carrière, hoe ga ik om met keuzes maken, vriendschap, ga zo maar door. En op de VU en de UvA is een soort van gemeenschap ontstaan van studenten en docenten. En die zijn eigenlijk, hebben handen ineengeslagen en hebben gezegd, we willen eigenlijk een soort van tegenbeweging tegen de rendementsdenkende universiteiten. En we willen eigenlijk een soort van bildungsacademie ontwikkelen. En in die bildungsacademie leren we juist wel wat belangrijk is in ons leven. Zodat we het kunnen verbinden met ons leren wat we leren op de universiteit. Dus we zien een aantal ontwikkelingen waardoor we eigenlijk kunnen zeggen van ja, er ontstaat nu iets. Er gebeuren dingen in de samenleving waardoor we eigenlijk weer connecties maken. Alleen de vraag hoe, daar is iedereen nog een beetje zoekende. Zo werden we afgelopen week stond ik op Beyond Festival. Ik weet niet of iemand dat iets van heeft gehoord, Beyond Festival. Of iemand is daar geweest? Ja, ben je geweest? Oké, nou, Beyond Festival is eigenlijk een soort van de Nederlandse tegenhanger van de Burning Man in Amerika. En Burning Man is een plek in de woestijn in Amerika waar duizenden mensen bijeenkomen. Die hebben ze een soort van vrijplaats ontwikkeld. Een vrijplaats om te kunnen doen wat ze willen. Ze kunnen daar naakt rondlopen. Ze kunnen daar dansen, springen, creëren. Alles is daar mogelijk eigenlijk. En die vorm van dematerialisatie, dat denken over een plaats waar je alles kan doen, zonder dat de commercie daar enigszins zicht op heeft, en toch samen dingen creëren, dat wilden ze overbrengen naar Beyond. En zo stonden we daar als filosofen ook in gesprek met mensen, want ze wilden graag dat de filosofie mee in betrokken werd. En zo waren er ook yoga-tenten, was er muziek, maar het was niet een grote mainstage. Het was allemaal co-creatie en eigenlijk hetzelfde publiek als wat op een normaal festival was. Maar wat je zag is dat er eigenlijk, het was een heel populair festival. Binnen 2 dagen was het uitverkocht, zonder dat er reclame voor gemaakt werd. En blijkbaar is daar dus een enorme behoefte aan voor mensen die zeggen van ja, we willen toch iets anders. We willen op een andere manier zo'n festival beleven. Ook in het buitenland is vorming op dit moment hot aan het worden. Want je ziet in Azië dus eigenlijk ook dat ze zeggen ja, dat karaktervorming, authenticiteit, autonomie, dat moeten we studenten leren op een andere manier. We moeten daar docenten voor aanhalen. Ze halen dan docenten uit Nederland, uit de westerse samenleving en leren dan eigenlijk hun eigen studenten hoe ze beter om kunnen gaan met autonomie, authenticiteit, zodat ze dat kunnen integreren in hun eigen onderwijssysteem. Omdat ze doorhebben dat innovativiteit en nadenken over vernieuwing, technologie, dat dat eigenlijk een soort van vereiste is om daar vanuit jezelf te kunnen nadenken en je te kunnen verhouden tot de samenleving die verandert. Oké, leuk is en leuk en aardig natuurlijk, dat leren leven, maar dan komt nog altijd de vraag van, ja, maar hoe doe je dat nou eigenlijk?
Je kan natuurlijk wel 100 keer tegen dezelfde steen aanlopen. Je kan 100 keer met de verkeerde vrouw trouwen. Je kan 100 keer de verkeerde relatie aangaan. Maar zijn er ook een aantal richtlijnen die je zou kunnen aangaan, waarvan je denkt, oké, als ik die aanhoud, dan heb ik een soort van basis om te leren leven. En samen met Joep Domen ben ik daar ook mee bezig gegaan. En we zijn echt gaan denken, wat zou nou eigenlijk een soort van basis kunnen zijn voor leren leven? En we hebben een aantal dingen op papier gezet waarvan we zeggen, dat zou nog wel een vereiste kunnen zijn. Je zou dus eigenlijk leren leven zou het moeten gaan over jezelf leren kennen. Het zou moeten gaan over omgaan met tijd. Het zou moeten gaan over keuzes leren maken. Het zou moeten gaan leren dat je weet wat echt belangrijk voor je is. En je zou moeten leren wat disciplinering en oefening is. Nou, leren hoe je zelf kunt kennen, dat begint eigenlijk bij Socrates. Ken uzelf, terug naar jezelf. En het is misschien heel makkelijk om te zeggen, ken uzelf, maar eigenlijk de meeste mensen weten dat nog niet zo goed. Dus het is teruggaan naar jezelf. Weten dat je, of je nou een goede luisteraar bent, of dat je gewoon eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd bent. Weten of je nou gewoon moe bent, en gewoon niet zoveel energie hebt, of dat je gewoon de hele wereld aan kan. Bepaalde grenzen van jezelf kennen en dat verhouden tot de ander. En ook vragen het naar de ander, wie denk jij dat ik ben? Tot jezelf komen en een bepaalde basis weten van jezelf. Veel mensen weten dat gewoon niet. We hebben geen idee. We moeten leren omgaan met tijd. We worden constant geprikkeld door alles om ons heen. Messenger, apps, alles komt binnen. En onze tijd wordt eigenlijk steeds schaarser. We worden eigenlijk een beetje, ja, langzaamaan wordt onze tijd weggenomen door alles om ons heen. En we moeten dat weer terug in onze eigen hand nemen. Maar hoe? Dat moeten we zelf nagaan. Wat eigenlijk echt belangrijk is. En wat vinden we echt belangrijk? Laten we ons afleiden door mail die constant binnenkomt. Laten we ons afleiden door dat appje wat constant verschijnt. Daarin zou eigenlijk een soort van ordening moeten verschijnen van dingen die je echt belangrijk vindt. Zodat je de tijd weer in eigen hand krijgt. We moeten leren omgaan met het maken van keuzes. Door die onzekerheid in de samenleving, door die veranderingen, worden keuzes maken steeds belangrijker. En komen er ook steeds meer keuzes. En daardoor komen we ook in een soort van keuzeparadox. We hebben steeds meer keuzes, maar we voelen ons eigenlijk helemaal niet veel vrijer. En dat is eigenlijk een soort van dubbele gedachtegang, waarin je eigenlijk alleen maar één keuze hebt, en dat is dat je een keuze maakt. Alleen dat is verdomde moeilijk. Dus daarin lopen we een beetje vast constant. En we zouden dat moeten leren in een onderwijssysteem, op school, met elkaar. En we zouden moeten leren oefenen. Er zijn bijna geen plaatsen meer waarin je eigenlijk echt gedisciplineerd kan oefenen. Een vrije plaats, een gilde ergens waar je 40 uur in de week, 7 jaar, dan zou je pas echt iets goed leren volgens Sennett. Je zou minstens 10.000 uur aan iets moeten besteden voordat je het goed kent, voordat je iets goed kan. Nou, die plaatsen die hebben we eigenlijk niet meer. Dat we gewoon een plaats hebben afgeschermd waar we niet afgeleid worden door telefoontjes, door apps, door mail, door allemaal dingen, waardoor we ons echt kunnen concentreren op leren, leven en een bepaalde discipline goed kunnen leren. Kortom, leren leven is een proces waarbij we dus eigenlijk leren hoe we ons eigen leven vorm kunnen geven. En dat is enorm veranderd in de loop van de tijd. Waar we vroeger ons los moesten maken van de kerk, vanuit de dogma's, zijn we nu op zoek naar autonome en authentieke manieren waarop we ons leven gaan vormgeven. En dat is best wel moeilijk. Het zou kunnen zijn dat je daar door middel van jezelf goed leren kennen, een bepaalde oriëntatie van wat je echt heel belangrijk vindt, dat je weet wat je mogelijkheden zijn, maar dat je ook weet, wat wil ik nou eigenlijk heel erg in mijn leven? En een bepaalde omgaan met tijd en oefening, dat je daar een basis mee legt om te leren leven. Afgelopen maanden had ik een zware periode en toen merkte ik eigenlijk ook weer dat ik vast kwam te zitten met dat leren leven. Een bepaalde discipline had ik nodig om na te gaan bij mezelf. Mijn moeder overleed anderhalve maand geleden. En toen kwam ik eigenlijk weer terug bij mezelf en moest ik leren omgaan met verlies. Met het leven zoals het tot je komt. Je wordt geraakt door allemaal dingen en je weet niet hoe je daarmee om moet gaan. En toen besefte ik weer dat het zo belangrijk is dat je tot jezelf komt. Dat je omgaat met je relaties, met de omgeving. En dat verlies ook bij het leven hoort. Maar wat ik ook merkte is dat ik eigenlijk tools miste.
eigenlijk wat Kontratiev zegt over de verbinding tussen de technologie en mens zijn, over het vormgeven van je leven. Ik miste eigenlijk ook verbindingen. En dat is misschien wel een appel op jullie om te zeggen van ja, zouden we niet veel meer moeten nadenken over die menselijkheid, die menselijke factor, dat leren leven, dat omgaan met het leven zelf, dat we dat kunnen integreren met technologie, met veranderingen in de samenleving, zodat het een beter geheel wordt en zodat leren leven niet een apart ding is, los van onderwijs, los van instituten, los van technologie, maar dat het één ding tezamen is. Dankjewel. Jochem, dankjewel. Ik kan me heel goed voorstellen dat jullie wat vragen hebben voor Jochem. En daar hebben we nog wat tijd voor. Dan wel de vraag of je hem pas kunt stellen als ik bij je ben met de microfoon voor de opname. Zijn er vragen? Een beetje loskomen. Ja. Ik vroeg me af waarom je het zo belangrijk vindt dat we die gedisciplineerde gildes hebben waar je heel veel jaar geconcentreerd werkt. Dat ik denk dat zodra je al hebt geïmplementeerd dat mensen goed zichzelf leren kennen en weten wat ze willen, dat ze dan zelf wel die focus en dat onderwijs kunnen vormgeven in hun leven. Dat je niet dat hoeft te organiseren voor hun. Ja, de reden daarom is eigenlijk omdat we zo vaak constant worden afgeleid eigenlijk. Dus we hebben niet... Wat goed zou zijn is inderdaad als je die afleiding niet meer zou hebben en je zou dat voldoende discipline hebben om dat af te kunnen schermen, dan zou het heel goed zijn. Maar vaak hebben we de discipline nog niet opgebouwd om daarmee om te gaan. Dus het is misschien een extreme van eigenlijk denken in discipline. De discipline die we misschien helemaal niet meer hebben om daarmee om te gaan. Ja. I'll post my a question in English. Yeah. I hope I got what you said because okay. I'm not a Dutch native, but I just wonder, is there other people here in the room that basically disagree with what has been said and also that are looking for those features also in their education and also here at university? Just a question to everyone actually. Is iemand het oneens met Jochem? Nou ja. Ja? Ja, ik ben wel deels oneens. We vragen jou, heb je televisie thuis? Ja, ik heb televisie. Waarom? Waarom heb ik televisie thuis? Ten eerste omdat die er staat. Ik heb ook toen ik studeerde heb ik 5 jaar lang geen televisie gehad. En nu heb ik hem overgenomen in mijn nieuwe huis. Hij zei, ja, wil je de televisie erbij hebben? Toen zei ik, ja, is goed. Weet je? Ja. Maar dat was niet echt... Ik weet dat ik goed zonder televisie zou kunnen inderdaad. Omdat ik dan meer ook zelf in de hand heb wat ik zie. Vind ik fijn. In de vorm van disciplinering. Wat zei je? Ik moet zeker leren leven. Ik zeg ook niet dat ik het voorbeeld ben van iemand die geleerd heeft om te leven. Nee, zeker niet. Nee. Nee. Ja, ik vertelde net dat je moeder is overleden. Ja. En wat zijn nou jouw tools om er dan zo vrolijk bij te staan? Hoe doe je dat? Ja, goede vraag. vrolijk bijstaan, dat vind ik dan ook wel weer... ja, goed. Nou, ik denk dat het ook een vorm is van goed afscheid nemen. En daar moed voor hebben om daarmee om te gaan. Maar het wil niet zeggen dat je, ik bedoel, dit is ook, je kan je ook opladen voor dingen die belangrijk zijn of daar je een andere mode zit. Dus het kan ook gescheiden zijn. Ik denk dat je emoties niet constant, je hoeft niet een lopende emotionele stuiterbal te zijn, naar mijn idee. Dus daar kan je, ik kan er redelijk goed mee omgaan, laat ik het zo zeggen. Ja. Bepaalde tips van... Ik heb zelf een relatie gehad wat al 25 jaar duurde en nou in één keer verdwenen is. Dus ja, dat is gewoon heel moeilijk. Dus het lijkt me net zoiets als dat. Ja, wat ik merk is dat ook de filosofie er eigenlijk een soort van basis legt vaak voor mensen die begeleiden. Dus vaak voor coaches en voor mensen die eigenlijk in het onderwijs werken, die eigenlijk mensen begeleiden. En dus wat ik echt heel sterk van onze tijd en de toekomst is eigenlijk dat we steeds meer... begeleiding voor elkaar krijgen. Dus dat je mensen om je heen ontwikkelt, betaald of niet betaald,
die oprecht naar jouw verhaal kunnen luisteren en ook op een goede manier kunnen luisteren. En weten wat belangrijk voor jou is om te kunnen herstellen of met die emoties om te kunnen gaan. Dus het is eigenlijk een soort van tussenweg. En de filosofie is een soort van aandrijver om die nieuwe weg op een goede manier in te slaan, eigenlijk zou ik zeggen. Ja. Ik vond het wel interessant nog wat jij zei over of er meer mensen zijn die bezig zijn met integratie van technologie en filosofie eigenlijk. Of over leren leven. Want dat lijkt me wel een interessante vraag natuurlijk voor hier ook. Of er nog mensen mee bezig zijn nu. Is er iemand mee bezig? Hier? Oh ja, ik ben wel even benieuwd hoor. Gewoon, anders gaan we er helemaal aan voorbij. Ik kan er even mee rond gaan lopen. Wie? Hier, sorry. Of ja? U ook? Ja, daar ben ik mee bezig. Maar en hoe? Ja, ik denk dat ik jarenlang heel hard mijn best heb gedaan om veel te bereiken, met mijn, vooral met mijn studie. En veel vooruitkijken van, om heel ambitieus allerlei dingen te bereiken. En anderhalf jaar geleden dacht ik opeens van, ja, waarom werk ik zo hard? En toen was ik ook een filosofieboek aan het lezen voor het eerst van mijn leven. Oh, ja. En dat heeft wel veel losgemaakt, waardoor ik er veel meer over na aan het denken ben. En daardoor gaat het nu ook even niet zo lekker, niet zo hard met mijn studie. Omdat het me eigenlijk helemaal niet uitmaakt. Maar ik ben wel heel gelukkig nu. Oké, mooi. Mooi antwoord. En nu? Ik ben iets ouder dan de gemiddelde student hier. Jaren ook carrière gemaakt. En op een gegeven moment precies tegenaan gelopen waar dit hele verhaal om draait. Van, ja, wie ben ik? Ik ga materiaal, maar word ik als persoon beter? Groei ik als persoon? En ik had altijd een verlangen om te reizen en betrokkenheid bij mensen in ontwikkelingsgebied. En anderhalf jaar geleden heb ik gezegd, die carrièreleven, dat laat ik helemaal los. Het materialistische laat ik helemaal los. Ik heb geen televisie meer. En ik ben gaan studeren, industrieel ontwerpen. Met als doel vrouwen in ontwikkelingsgebieden te gaan helpen. Dus en dat wordt hopelijk mijn levensinvulling voor de komende jaren. Mooi. Geweldig. Mooi verhaal. Weet jij je vraag nog? Ja, het was meer een vraag over dat u zegt dat u dat leren leven wat meer wil. Ja, dat het belangrijk is om dat meer te leren in het onderwijs, zeg maar. Ja, het integreren, ja. Om het te integreren in technologie en in onderwijs. Maar ik weet niet. Zeg maar, op welke manier zou je dat dan willen integreren? Want het leren leven is toch ook iets wat je meer, ja, eigenlijk soort van gaandeweg leert door ervaring op te doen. En maar dat is dus een beetje lopen. De vraag. Zo wordt het vaak gezien, dat je het echt los ziet van, dat leer je wel thuis. Dat leer je wel ergens als je door de Kalverstraat loopt. Of dat je dat leer je wel ergens gaandeweg. Maar dat is dus vaak niet zo. En waar je voorheen dus de kerk had en scholen die dat heel dogmatisch eigenlijk inbreven. En ook ouders had die zeiden van, zo is het goed en zo is het niet goed. Zo heb je eigenlijk nu niemand meer die zegt van, zo moet je leven. Maar dat betekent ook dat je zelf verantwoordelijk bent om je leven vorm te geven. Maar, en hoe doe je dat dan? Dat is dan de vraag. En als je daar niet over nadenkt of daar een bepaald idee over hebt, of ideeën over hebt, ja, dan lopen heel veel mensen dus daarin vast. Hoe zou je dat dan meer integreren, zeg maar, in die dingen? Ja, hoe je dat zou moeten integreren, dat is natuurlijk ook een vraag die ik ook terugstel, bijvoorbeeld met betrekking tot technologie aan jullie dus ook. Van, ja, hoe zou je dat op een goede manier kunnen integreren? Want ik denk dat ze, wat ik al zei, als je dus je idealen meer verbindt met bijvoorbeeld waarom je technologie doet, dat je dan al een klein stukje hebt. Maar je bent nog, ik weet niet of je er dan al bent, dat is een beetje de vraag. Ik denk dat het integreren heel erg te maken heeft met het onderwijs inderdaad. Dat je al binnen het onderwijs daar heel veel mee bezig bent. Naast de kennisoverdracht. Zodat je een combinatie hebt. Heb ik een antwoord gegeven op je vraag? Ik denk het. Ja, ik denk er nog even over na. Ja. ik moet ook over nadenken. Hoi. Mijn vraag was, je hebt dus die, je moet leren leven en je hebt het onderverdeeld in die vijf punten. En dan in welke levensfase zou je dan het beste die vijf punten kunnen ontwikkelen? En eigenlijk vanaf jongs af aan eigenlijk, maar dan op een ander niveau dat je dat insteekt. Minder abstract niveau. Dus je zit eigenlijk al in de kleuterklas. Ja, basisschool, ja. Maar denk je ook dat het kan? Wanneer denk je dat je het beste zou oppakken, zeg maar? Welke levensfase? Ze zeggen wel eens dat je als je 15, 16 bent, dat je nog niet reflectief genoeg bent. Omdat je dat dan nog niet ontwikkeld hebt in je hersenen. Dus ik kan me voorstellen dat je
als je rond de 20 bent of 25 bent, dat sommige dingen in één keer binnenkomen, die daarvoor nog niet binnen waren gekomen. En, dat maakt niet uit, want je kan het ding in de week zetten. Je kan ook dingen al, net zoals wat mijn moeder vroeger deed, dat ik over dingen, ik had al over een heleboel dingen nagedacht, zonder dat ik echt bewust daarvan was. Pas toen ik een jaar 15, 16 was, toen ging ik daar heel erg bewust over nadenken. En ging ik op een muurtje alles schrijven en ging ik daar gedichten en vooral filosofieën allemaal opschrijven. Om het allemaal te kunnen ordenen, om al die ideeën te kunnen ordenen. Op een gegeven moment lukte dat natuurlijk niet, want het was waar te veel. En daar kom je dan ook weer achter. Ja. Maar ik heb een vraag over die Bildungsacademie, of hoe het ook precies heet in Amsterdam. Ben ik te verstaan? Ja. Oh, oké. als ik het goed begrijp, is dat een stand-alone instituut. Dus die integratie is daar niet. Nee. Dus ik zie de zin daar niet zo van. Moet je niet zeggen, je moet een vak, filosofie kan misschien al hier hoor, maar ik heb het ook ooit als bijvak gedaan, maar dat je zoiets gewoon op elke universiteit moet kunnen doen. Ja. En niet een losstaand instituut. Idealiter wel. Een vak is dan ook weer moeilijk, want dan ga je het eigenlijk alweer op een eilandje plaatsen. Het zou nog beter zijn als het in de cultuur komt, of dat het een onderdeel is van elk vak, bij wijze van spreken. Dat je daarin jezelf altijd meeneemt. Dat zou eigenlijk een soort van normatieve professional word je dan. Dat je altijd jezelf een bepaald stukje ethiek meeneemt in elk vakgebied, in elk vak en in elke beroepsuiting. En dat is nu, die integratie is er nog niet echt. Dat is heel erg los. En die academie is echt iets los iets, maar wel met als hoop eigenlijk dat dat wel geïntegreerd wordt. En nu bussenmaker eigenlijk heeft gezegd nu in Buitenhof van ja, we willen daar toch wel op inzetten. Daarop in gaan investeren. Is dus eigenlijk nu ook de vraag van hoe gaan ze dat doen? Ik denk dat ze daar nog niet echt een idee over hebben. Nee. Ik zie ineens overal vingers de lucht in gaan. jij hebt een vraag en dan kom ik naar jou toe. Dan mag jij en dan jij. Oké, ik heb een vraag over wat je noemde corrosie van karakter. Ja. Dat als je omgeving steeds verandert, dat je dan je karakter verliest. Ja. Maar je kan toch ook juist zeggen dat als je omgeving steeds verandert, dat je juist goed ziet wat er vanuit jou komt en wat er vanuit je omgeving komt. Dat je dan juist heel duidelijk je eigen karakter ziet. Ja, maar hij heeft het eigenlijk over dat je je waarde ontleent aan iets wat je doet. Dus je eigen waarde ontleen je vaak aan je beroep of aan iets heel goed kunnen. En dan kan je zeggen, oké, ik voel me hier echt een timmerman die iets heel goed kan maken of een meubelmaker. Die kan echt trots zijn op zijn product. En hij zegt eigenlijk, dat hebben we steeds minder. Omdat er gewoon we hebben geen tijd meer, überhaupt de discipline meer om überhaupt 2 weken aan 1 stoel te werken. En daarnaast is het vaak nog zo dat dat die stoel uit 100 verschillende onderdeeltjes komt. En er zijn een heleboel factoren bijgekomen waardoor we eigenlijk niet meer die eigenwaarde kunnen ontlenen aan 1 vakgebied. En dat, daarom zegt hij eigenlijk dat het eigenlijk wegbrokkelt. En dat komt ook door relaties die om je heen constant afbrokkelen. Dus het zijn een aantal factoren bij elkaar. Ik weet niet of het is, maar het is wel zo dat het een soort van beweging is die gaande is. Ik heb hier geen antwoord op eigenlijk, eerlijk gezegd. Nee. Ja, mijn vraag is een beetje van waar houdt de zoektocht op? Want, die houdt niet op. Ja, precies. Dus, en in die zin, je zegt je hebt 10.000 uur nodig om een discipline goed te leren kennen. Nou, jij hebt filosofie gestudeerd, jij bent er waarschijnlijk misschien al meer of min 10.000 uur mee bezig, maar wij of ik zelf bijvoorbeeld niet. Ik heb een andere studie. En dan vraag ik van, ja, ik ben er ook mee bezig, maar voor mij is het altijd een beetje zo'n never-ending story van, klopt. Zodra je ergens achter komt en dan gebeurt er weer iets en dan denk je er weer wat anders over. Dus in die zin vraag ik me dus af van, ja, mensen zijn er denk ik al mee bezig, maar ja, wat is het einddoel, zeg maar? Ja. Want het houdt toch niet op. Nee, maar het gaat ook niet dat het een einddoel is. Het gaat om eigenlijk dat onze samenleving dusdanig verandert dat wij ons daartoe moeten verhouden. En dat wij daar een manier voor moeten vinden om daarmee om te gaan. En die manier om daarmee om te gaan, die is heel belangrijk. Want het kan zijn dat je straks over 5 jaar vastloopt ergens. En dat je denkt, shit, hoe zit dat nou? Ik kom hier niet uit. Ik heb hier nooit over nagedacht. En dan ben je heel veel tijd daarmee kwijt. En dan is het heel fijn als je daar al over na hebt gedacht. En dan denk je, oh ja, maar ik doe dit omdat ik dit doe. En dat je bepaalde reflectieve dingen hebt ontwikkeld of al hebt voorbereid. En dat kan het best als je het elke keer een beetje doet, is dat slimmer dan dat je straks vastloopt. Hè? Heel veel mensen rond de 30 die krijgen een burn-out of rond de 25 tegenwoordig zelfs al. Dat komt eigenlijk om deze reden, dat je dus op een gegeven moment bam, in één keer vastloopt.
En dan sta je ervoor en dan sta je voor een dichte deur natuurlijk. En je wil hem eigenlijk op een kiertje houden. Maar hij hoeft niet constant wagenwijd open te staan natuurlijk. Nou, ik vraag me af, we krijgen eigenlijk les over leerleven van alle kanten. Ja. Bijvoorbeeld van religie, van cultuur, van godsdienst, van weet ik veel, van je ouders. Maar als je een onderwijs daarover wilt gaan beginnen, in universitair niveau of wat dan ook, hoe bepaal je dan wat eigenlijk daar geleerd wordt? Ja, maar ja. Hoe bepaal je wat belangrijk is om te leren? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is eigenlijk ook dat precies wat jij ook zegt. Van ja, de ene heeft er heel veel tijd in geïnvesteerd en de andere eigenlijk niet zoveel. Dan is het eigenlijk een aantal, ik kan me voorstellen dat er een aantal filosofen zijn die hebben daar zo lang over nagedacht. Die zou je kunnen zeggen, nou ja, dat zijn een beetje de experts dan. En die zeggen dan, oké, dit zijn belangrijke dingen. Ik heb nu zoveel boeken gelezen en we komen elke keer op deze dingen terug. En al die filosofen die komen op deze dingen terug. Nou, dan zouden we kunnen zeggen, En de samenleving verandert dusdanig dat dit en dit soort dingen belangrijk zijn. En die breng je samen. En dan zouden dat de belangrijkste leermomenten zijn of punten zijn die je leert. En dat kan dus ook per studie veranderen. Er zijn heel veel studies die bijvoorbeeld meer hebben aan ethiek. En er zijn studies die hebben meer aan zelfkennis. Perspectief van welke kant je ziet. Wat voor jou goed is. Ja. Bijvoorbeeld hoe je met verdriet omgaat. Het kan heel veel verschillen. Klopt ook. En, maar er is geen echte. Het is niet zo dat het een. Het is niet een. Wat ik hoorde jou ook net zeggen. Het is niet zo dat je het oplegt of zo. Nee, het gaat eigenlijk om dat je mensen leert om daarmee om te gaan. En op de manieren leert en de voorwaarden leert om te gaan met dat leven en met die verandering in de samenleving. En daarin kan je aan een aantal zaken werken binnen jezelf, waardoor je daar beter toe. Waardoor je beter weerstand hebt tot die samenleving. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat je eigenlijk dus daar beter meer weerbaarheid voor hebt, zodat je minder snel vastloopt, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Ja. Nou, om nog terug te komen op dat van net, zeg maar dat de manier waarop, zeg maar hoe je dat kan integreren, is eigenlijk nog een soort van beetje een onbeantwoorde vraag. Of ja. Als ik het goed begrijp. Of ja, is, daar zijn we nu wel echt mee bezig eigenlijk. Ja. Die stelt filosofie is misschien net iets abstract en de. En onderwijs is heel concreet eigenlijk heel vaak. Dus dan zit je een soort van, hoe zou je die echt goed bij elkaar kunnen brengen? En dat is ook constant de vraag nu eigenlijk, die constant gaande is. Dan ontstaan er dus dingen als een beeldingsacademie. Maar je ziet dus eigenlijk ook dat die eigenlijk weer separaat ligt van de universiteit. Waardoor de vraag is er wel, de behoefte is er wel, maar de integratie is er niet. En dat is dus de constante zoektocht nog. Ja. Nog een korte vraag. Want u zegt dus wel dat het mogelijk is eigenlijk om iemand te onderwijzen. Hoe je moet leven. Want ik vraag me af in hoeverre dat onderwijs. Het is niet onderwijs in dezelfde zin als kennisoverdracht, maar meer een begeleide zelfvorming. Dus je begeleidt iemand in de zelfvorming. En dat is geheel, het is veel, veel vrijer eigenlijk. Ja. Het is niet zo, dit is het. En dan, ja, dan leer ik het even. Nee. Ja, zeker. Ja. Ja. Oké, we hebben nog 5 minuten. Ik heb 3 vingers nog gezien. Ga je dat passen? Denk ik weet niet. Ja? Ik van jou wel proberen. Nou, ik wil in de eerste plaats even zeggen dat als je een vak wilt uitoefenen waar je heel veel van jezelf in kwijt, dan moet je hetzelfde doen als ik. Gewoon voor de klas gaan staan. Kijk. En ik heb nog iets. Je bent maar waarom is dat zo? Leg eens uit. Waarom dat? Nou, omdat het allemaal op jezelf neerkomt. Je moet zorgen dat er orde is. Je moet zorgen dat je buren dus geen last van je hebben. Je moet zorgen dat de resultaten goed zijn. En je kunt ook die leerlingen tussen neus en lippen door ook nog iets over het leven leren. Vooral als je wat ouder wordt als leraar natuurlijk. En de resultaten worden alleen maar op jou afgerekend. Ja. Dus niet op de onderdelen die je overal vandaan haalt. Dat wil ik maar zeggen. En bovendien heeft het onderwijs behoefte aan zeer goede en gemotiveerde docenten op dit moment. Ja, ik ben helaas al een aantal jaren met pensioen. Maar je bent een belangrijke uitspraak vergeten van 2 van de grootste filosofen die Nederland ooit gekend heeft. Vertel. En dat was in de eerste plaats Spinoza uit de 17e eeuw en zijn meest briljante leerling uit de 20e eeuw. En dat was Johan Cruijff. Johan Cruijff die zei vaak, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja. Als je een beetje over Spinoza leest, dan begrijp je al dat Spinoza dat in al zijn geschriften ook wel eens gezegd heeft. Dus als je een hobbel tegenkomt in het leven, of je denkt van nou, ik zit nu in een cul-de-sac.
Ja. Doodlopende straat voor de mensen die geen Frans in hun pakket hadden. Dan kun je denken van hoe buig ik tot dit wat ik nu tegenkom in mijn voordeel om. Daar komt het in wezen op neer. Ja, maar dat klinkt als een voordeel, beter voor jezelf, inderdaad. Toch? Ja. Ja, dat is zeker goed. Ja. 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 Bedankt. Ja, ik had een vraag die nog terugkwam op een paar dingen die net ook zijn gevraagd en waar het over ging. Namelijk, het is goed volgens jou, en daar ben ik het helemaal mee eens, om door de jaren heen af en toe met vragen bezig te zijn en nadenken over hoe je daarmee om zou moeten gaan in het leven. Zodat je ook, mocht je later weer iets tegenkomen, dat je je antwoorden klaar hebt. En ik denk dat ik dat laatste tijd ook wel gedaan heb, waarbij ik een soort krampachtige wil heb om dat dan helemaal op te schrijven. Om ontzettend veel te gaan lopen opschrijven. En tegelijkertijd word je dan doodmoe van jezelf en dan doe je het ook weer niet. En ik weet niet zo goed hoe ik daarmee om moet gaan. Van moet je iets doen om al je eigen inzichten vast te houden of komt het wel? Nou, ten eerste wat ik al net al zei, ik heb geen antwoorden hoe je daarin als een soort van therapeut goed mee om zou kunnen gaan. Wel denk ik dat je dus heel erg veel hebt aan de andere, aan die begeleide zelfvorming. Dus dat je niet alleen maar zelf bezig gaat met het uitvinden van het wiel, maar dat je heel erg met andere mensen dat doet. En het liefst met mensen die daar een beetje verstand van hebben of een beetje daarin kunnen begeleiden. En dat, ik denk dat dat al heel veel makkelijker maakt en jezelf een beetje meer van afstand naar jezelf kan kijken. In plaats van dat je een soort van navelstaren krijgt en alleen maar alles gaat opschrijven omdat je denkt, oh jee, ik moet het nu echt opschrijven, anders vergeet ik het. Nee, dat denk ik niet, want die inzichten die verwerk je gewoon en die blijven liggen en die gebruik je later weer. Maar volgens mij het krampachtig vasthouden aan die inzichten, dat heeft geen zin volgens mij. Maar dat is een persoonlijke mening ook wel weer. Zeker, maar het kan veranderen, inzichten. En dat is het. Anders worden ze dogmatisch. Dus het is meer een omgaan met dan dat je zegt, nu heb ik een inzicht en nu ga ik dat volgen. Weet je? Dat is het gevaar daarvan eigenlijk. Ja. Wacht eventjes, kom maar aan met de microfoon. Wacht. Je had net je hand omhoog. Wil je, ja, zal ik hem aan hem geven? Indien je inzichten zou opschrijven, kan je later on wel zien wat er veranderd is in jouw zienswijze. En ik denk dat juist die verandering een hele wijze les kan zijn. Ja. En dat is ook waarom veel mensen zeggen, je moet een dagboek bijhouden. Je moet zorgen dat je het ergens opschrijft, dat je die zelfreflectie ergens opschrijft, zodat je later weer kan zien van, hey, ik ben veranderd en ik denk nu zo over het leven. Dat blijkbaar gaat het toch vooruit. En dat is natuurlijk wel een goed punt. Ja. Hier nog één? Het is nu 2:30, dus technisch gezien zijn we klaar. Maar als er nog één opmerking is, dan wil ik die er nog wel in voegen. Ja? Nou, het gaat inderdaad hier over universitair niveau. Maar en dan heb je inderdaad moet je heel veel keuzes maken. En dat is heel multidisciplinair ook. Ja. En als je inderdaad achter de vuilniswagen loopt of een lager niveau hebt, dan heb je die keuzes veel minder. En dan is het volgens mij voor jezelf ook veel makkelijker. Dus wat dat betreft is dat best wel een verschil. Ik zie bijvoorbeeld ook in mijn familie, die hebben allemaal universiteit gedaan. Die gaan allemaal heel ver weg wonen ook. Ja. Maar je ziet ook wel eens dat als ze dus inderdaad een familie, die blijft dan heel dicht bij elkaar wonen, die zijn dan weinig hoog geschoold, zeg maar. Ja, dus ja, maar probleem, veel lager geschoold werk verdwijnt ook. En dat is het probleem natuurlijk. Dat is die vuilnis, nu kan de vuilnis, doen ze het nog zelf. Maar ja, ik weet zeker dat er al robots zijn die het al kunnen. Dus dat is, die automatisering die voltrekt zich zo snel dat je eigenlijk best wel veel hoog opgeleid werk ook overhoudt. Maar goed, ja, dan, wat er dan moet gebeuren met die mensen die dat niet meer kunnen doen, dat weet ik ook niet. Dat heb ik, ja. Ja, tuurlijk. Ja, je hebt de meeste keuzes van iedereen eigenlijk ook. Ja, ja, zeker. Ja. Ja.
Goed. Dank je wel, Jochem, nogmaals. Ja.